Welkom, Schorpioen, bij jullie maandreading voor de maand oktober op het gebied van liefde en relatie. Dit is een algemene reading voor iedereen die Schorpioen en zijn zon, maan, Venus of ascendant heeft. Het hoeft niet voor iedereen te resoneren, dus neem mee wat voor jou van toepassing is en laat de rest achterwege of voor iemand anders. Ik heb al een aantal orakelboodschappen voor jullie mogen ontvangen. En ook de tarotkaarten heb ik geschud op jullie energie, de energie van de persoon waar je aan denkt en een eventuele uitkomst. Deze zal ik dadelijk nader gaan verklaren. We beginnen meteen met de boodschappen voor jullie. Chemistry. Er is een sterke magnetische aantrekkingskracht tussen jullie beiden. En dan hebben we weer aantrekkingskracht als tweede boodschap. Jij trekt liefde aan in je leven door van het moment te genieten, Schorpioen. Dan hebben we de boodschap verloving. Jouw liefdesleven wordt naar een hoger level getild. Honeymoon, huwelijksreis. Geniet van de vakantietijd samen of geniet van de tijd die jullie samen gaan doorbrengen. En de laatste boodschap van het Romance Angel Deck is terugtrekken. Het is een tijd voor jou om je terug te trekken van de wereld, Schorpioen. Dus ik heb het gevoel dat deze reading bestemd is voor de schorpioenen onder ons die iemand nieuw zullen leren kennen in de maand oktober. Sterke aantrekkingskracht. Of inderdaad, het kan zijn dat je iemand bijvoorbeeld in je vriendengroep hebt waar je al een aantrekkingskracht mee voelt en jullie relatie zal gaan van een vriendschap naar een liefdesrelatie. Geniet van de tijd die jullie samen hebben. Dus ik heb het gevoel inderdaad dat er wellicht een date gepland gaat worden. Het leren kennen van iemand. Maar er ligt ook een kaart van trek jezelf terug. Dus het kan zijn dat er nog een periode van healing nodig is. Je terugtrekken, je rust nemen voor in een nieuwe connectie, in een nieuwe relatie te stappen. We zullen het zo zien. Van het Island Time Wellness Deck zijn de volgende kaarten voor jullie eruit gekomen. Hart met een sleutel. Het verwelkomen van liefde. Het ontmoeten van de ware. Open je hart. Samenkomen en perfect is de boodschap op deze kaart. Dan hebben we de hamer. Sabotage. Dingen opnieuw opbouwen. Ergens aan werken, doorzetten, herhalen van bepaalde dingen en het onderzoeken van bepaalde dingen. Dan hebben we, ik vind je leuk, I like you. Iemand vindt jou leuk, Schorpioen, of jij vindt iemand leuk. Een bepaalde relatie is aan het opbloeien. Dit kan gaan om flirten en om een date plannen. En de laatste boodschap van het Island Time Wellness Deck is de kaart date. Voor jullie. Iemand nieuw ontmoeten. Daten. Ja, jezelf weer op de markt zetten als het ware. En het plannen van een date. Dus ja, ook deze kaarten wederom kunnen gaan over een nieuwe persoon die jij leert kennen. Of inderdaad iemand die je al kent en die jou heel leuk vindt. Die een sterke aantrekkingskracht voelt tussen jullie beiden. En het kan zijn dat ja, dit gevoel omgezet wordt in een bepaalde relatie tussen jullie beiden. Dan hebben we hier ook de hamer liggen. De hamer, ja, daar staan ook een aantal negatieve punten op. Zoals sabotage, herhaling. Dus het kan zijn, het kan te maken hebben met een situatie uit het verleden. Waar je aan wil werken. Het kan ook staan voor het onderzoeken van iets. Dus ja, het kan zijn dat jullie iemand hebben ontmoet en je bent nog niet zeker van je zaak. Je wil die situatie bekijken, je wil meer weten over die persoon. En daarvoor is het natuurlijk nodig om die persoon beter te leren kennen. Door een date bijvoorbeeld, want we hebben hier twee kaarten van daten op de tafel liggen. Drie kaarten zie ik. Samenkomen bij het hart met de sleutel. Dus kijk hoe het resoneert voor jullie. Van de maankaarten heb ik je dromen hebben een praktisch plan nodig, Schorpioen. Dit is volle maan in stier.
Breng liefde in de situatie. Nieuwe maan in waterman. En een climax in de situatie zit er aan te komen. En dat is volle maan in ram. Dus het kan zijn dat jullie te maken hebben met een stier, een waterman en een ram. Hoeft natuurlijk niet. We hebben hier de kaart breng liefde in de situatie. Dus wederom, ja, mocht je op dit moment in een bepaalde vriendschap zitten. Je voelt een sterke aantrekkingskracht. Dit kon wel eens de ware zijn. En jullie relatie kan dan hoger level getild worden. Een bepaalde climax zit er aan te komen. Dus ik ben benieuwd wat de tarotkaarten van jullie energie ons kunnen vertellen. We hebben als eerste kaart schildknaap van pentakels. Dan gerechtigheid. Derde kaart, de zegenwagen. Vierde kaart, zwaarde 3. En de laatste kaart in jullie energie, pentakels 9. Dit zijn twee kaarten met aarde-energie. De schildknaap van pentakels en de 9 pentakels. Dat is stiermaagd steenbok in jullie energie. Dan hebben we de gerechtigheid, weegschaal-energie. De zegenwagen is kreeft-energie. En de 3 van zwaarde is tweeling, weegschaal, waterman. Met de kaart gerechtigheid en de zegenwagen, beide grote arcanakaarten. Grote arcanakaarten staan voor de grote veranderingen die er plaats zullen vinden. Dus ik heb zeker het gevoel dat er grote veranderingen voor jullie plaats zullen vinden. En dan op het gebied van balans creëren in een bepaalde situatie. De gerechtigheid gaat over balans. Voor jezelf opkomen, voor jou waar je in gelooft. Daar kom je voor op. Je bekijkt wel de situatie vanuit alle kanten. En dat is ook zo met de schildknaap van pentakels. De situatie wordt vanuit alle kanten bekeken. Het kan ook staan voor het starten van een nieuw iets. Het kan zijn een nieuwe studie die jullie gaan starten of een nieuw project op het werk. Maar het kan ook staan voor het willen starten van een nieuwe relatie. Dit kan ook staan voor een boodschap. Dus het kan zijn dat je een positieve boodschap ontvangt als het gaat om het starten van iets nieuws. Er komt balans in de situatie. Er komt gerechtigheid in de situatie met de gerechtigheid die we hier hebben liggen. De zegenwagen is ook een kaart van balans vinden en beloond worden naar hard werk wat je in een bepaalde situatie hebt gestopt. Succes in het balans vinden in een situatie en doorzettingsvermogen. Dit kan ook spreken van inderdaad weer beloning die je gaat krijgen. Mensen om je heen waarderen wat jij aan energie in een bepaalde situatie hebt gestopt. Maar de zegenwagen gaat erom, je gaat vooruit op je doel af. En je houdt je doel voor ogen. Je weet wat je wil bereiken en je zult een overwinning behalen, succes behalen in die situatie. Dan hebben we daarnaast ook de 3 van zwaarde. De 3 van zwaarde is een kaart van pijn, verdriet. Het kan zijn dat je in het verleden bedrogen bent door iemand. En dat je dit nog steeds op een bepaalde manier hieraan terugdenkt. En de zwaarde, dat is een kaart van denken. Ratio. Dit is ook een kaart van pijn die geheeld zal worden na verloop van tijd. Maar dit kan inderdaad te maken hebben met die kaart je terugtrekken. Een periode van healing nodig hebben. Dus het kan zijn dat jullie nog in deze fase van healing zitten. Het afsluiten van een bepaald verdriet wat jullie hebben meegemaakt. Het loslaten van het verleden. Het kan zijn dat je door het verdriet of wellicht bedrog wat je hebt meegemaakt in het verleden daar nog aan vast blijft hangen en nog niet zozeer open staat voor een relatie met iemand. Of dit houdt je terug inderdaad om volledig open te staan voor een relatie.
We hebben de 9 van Pentakels. Dat is een hele mooie energie. Dus een energie van iemand die heel zelfstandig is. De verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf, voor familie, voor een gezin wellicht. Dit is iemand die geniet van alles wat hij of zij bereikt heeft in zijn of haar leven. Ook op financieel gebied. Dat is een hele goede kaart als het gaat om financiën. Dit is succes hebben in je leven in het algemeen. Succes met familie, vrienden, stabiliteit. Dit kan ook staan voor iemand die een eigen bedrijf heeft. Maar genieten van het single zijn en het succes en de financiële stabiliteit die je gecreëerd hebt. Het kan ook zijn dat jullie inderdaad door pijn in het verleden je gericht hebt op jezelf, op je werk, op je, je financiën. En dat je daar al je aandacht en tijd in hebt gestoken. We gaan kijken, waarom ligt hier de zegenwagen? Waarom ligt hier de zegenwagen in de energie van Schorpioen? Waarom ligt hier de zegenwagen? Ridder van Staven. En de Staven 9. Beide vuurenergie. Leeuw, boogschutter, ram. Ja. Na een periode van het overwinnen van obstakels met de 9 van Staven. Dit is de gewonde strijder. Dit is iemand die niet opgeeft. Inderdaad kan het wel zijn dat je nog terugdenkt aan alle pijn die jou is aangedaan in het verleden. Wat je allemaal hebt moeten meemaken. Daar kun je nog over in je hoofd zitten. Het is belangrijk om hiervan te healen. Maar je geeft niet op met die staven. En dit is iemand die heel gepassioneerd is. Iemand die zichzelf verdedigt. En iemand die zich er niet onder laat krijgen. En dan hebben we de ridder van staven. Dit is iemand die zijn passie volgt, zijn hart volgt. En achter zijn doel aangaat en zijn doel wil bereiken. En deze twee kaarten verklaren de zegenwagen. Dus je gaat op je doel af en je gaat succes behalen. Je wilt succes behalen als het gaat om het bereiken van je doel. Voor jullie persoon, Schorpioen, heb ik de volgende kaarten. De wereld. Staven 2. Zwaarden 7. De hoge priesteres. En de pentakels 2. Dus we hebben 2 tweeën op de tafel. Pentakels, aardeenergie, stier, maag, steenbok. En de staven 2. Boogschutter, ram, leeuw. Tweeën gaan altijd over een balans proberen te creëren tussen twee situaties. Dus jouw persoon probeert nog een balans te vinden als het gaat om twee verschillende situaties. Jouw persoon wil met de wereld. Ja, de wereld gaat om een nieuwe reis, een nieuw begin. De cirkel is rond. Het een wellicht afsluiten en een nieuwe cirkel beginnen. Het is een hele positieve kaart. Het is ook een hele spirituele kaart, de wereld. Met de 2 van staven krijg ik het gevoel dat je persoon nog in een soort van wachtenergie zit. En ook met de pentakels 2. Er is nog geen balans. Er is nog onduidelijkheid voor jouw persoon. Met de hoge priesteres heb ik wel het gevoel dat het iemand is die wellicht zijn emoties voor zich houdt. Deze ligt naast de zwaarde 7. De zwaarde 7 is een kaart van list, bedrog, stiekem zijn, dingen achterhouden. Dus je hoeft het niet zo negatief te zien. Met de hoge priesteres heb ik het gevoel dat het de emoties zijn. Het gevoel wat jouw persoon achterhoudt, niet toont. Je persoon is nog afwachtend. Het is nog onduidelijk, de situatie. Maar diep van binnen heeft jouw persoon een hele sterke, intuïtieve. Jouw persoon is heel sterk, intuïtief en ook verbonden met het spirituele, met het hogere. Maar houdt de dingen voor zich. Deelt zijn of haar emoties niet. Met de hoge priesteres. De hoge priesteres is iemand die geheimen voor zich kan houden.
iemand die afstand houdt wellicht ook. En ook met de staven 2. Deze persoon kan misschien wachten totdat jij naar voren treedt. En als eerste je gevoelens uit. Ja, laat zien. Waarom ligt hier de wereld? Universum, waarom ligt hier de wereld? Voor de persoon waar Scorpioen mee te maken heeft in de liefde. Waarom ligt hier de wereld? Voor de persoon van Scorpioen, waarom ligt hier de wereld? Wederom gerechtigheid. En de kelken 9. De kelken 9 is een kaart van... Ja, jullie hebben de pentakels 9. Single energie. Stabiliteit voor jezelf. Gecreëerd. De 9 van kelken is ook weer een energie van... zelf creëren van emotionele tevredenheid. Jouw situatie zo willen... Ja, zo'n balans willen brengen in jouw situatie... dat je emotioneel tevreden bent. Het is ook een kaart van een wens die in vervulling gaat. En met gerechtigheid en de kelken 9 die de wereld verklaren... Ja, ik heb het gevoel dat jouw persoon... balans wil brengen in de situatie. Jouw persoon ziet jou als iemand... die hem of haar emotionele tevredenheid, een wensvervulling. Jouw persoon ziet jou als een wensvervulling. En jouw persoon wil jullie relatie naar een hoger level tillen. Of jullie connectie wil een nieuwe start maken met de wereld. Wil een nieuwe reis aangaan. Een nieuwe fase in zijn of haar leven starten. Waarom ligt hier de 7 van zwaarden? Oh. De 7 van zwaarden voor de persoon van een schorpioen. Kelken 7. En de zwaarden 6. Kelken 7 is inderdaad, kan gaan om meerdere opties die een persoon had in het verleden. En ja, dit kan ook gaan om onduidelijkheid in een situatie. Je persoon kan ook denken dat jij meerdere opties hebt. En hij of zij is bang dat jullie schorpioenen wellicht niet hetzelfde voelen als hem of haar. Dit gaat over emoties die nog in balans gebracht moeten worden. Onduidelijkheid kan dit voorstaan. Onduidelijk geen keuze kunnen maken. Meerdere opties hebben. Maar jouw persoon stapt hiervan af met de 6 van zwaarden. Dat is een energie van wegvaren van een bepaalde situatie. Het conflict verlaten. Naar een kalmere, vredige omgeving toe willen. En dat is hetgeen wat jouw persoon niet geuit heeft. Dat er nog twijfels zijn, dat er onduidelijkheid is. Je bent wellicht niet op de hoogte van het feit dat deze persoon graag een start wil maken met jou op het gebied van de liefde. Dus dat houdt diegene nog achter, maar diegene voelt het heel intuïtief aan dat jij degene bent met wie hij of zij een start wil maken. Dan hebben we voor de uitkomst zwaarden 9. Ridder van kelken. Staven 6. De krachtkaart. En er kwamen heel wat kaarten uit in de uitkomst. En ik heb ze allemaal ook genomen. Pentakels 4. De Fool. En de kaart gematigdheid. Dus we hebben hier boogschutter op de tafel liggen. Ram energie.
Siermaar steenbok. Leeuw. Boogschutter ramleeuw. Schorpioen kreeft vissen. En tweeling weegschaal waterman. Dus eigenlijk alle energieën liggen hier op de tafel. De negen van zwaarden. In de uitkomst. Dit ja, staat voor slaaploze nachten. In je hoofd zitten. Niet weten wat te moeten doen. Iets houdt je bezig. Je blijft een bepaalde situatie overanalyseren. Erover aan, overdenken. En dan gaat het hier om een aanbod in de liefde. Met de ridder van kelken. Ga ik mijn emoties tonen naar deze persoon toe? En daarover zitten jullie in je hoofd, schorpioen. Ga ik mijn liefde aanbieden? Stel ik me open voor de liefde naar deze persoon toe? Maar met de staven 6, dit is een kaart van erkenning vanuit de mensen om je heen. Dus heb je inderdaad een sterke aantrekkingskracht met iemand in je vriendengroep? Dan kan het zijn dat je dit eerst ook met je vrienden zal bespreken. Maar er zal zeker een goedkeuring komen vanuit de vrienden, heb ik het gevoel. Je krijgt erkenning vanuit de mensen om je heen. En je zult succes behalen, een overwinning behalen in deze situatie. En dat kan heel veel kracht en moed kosten. Maar je staat in je kracht met de 6 van staven en ook met de krachtkaart. Dit is ook weer een hele spirituele kaart, de staven 6. Dus ik heb het gevoel dat jullie ook hierin begeleid zullen worden vanuit hogerhand. 4 van pentakels is jezelf beschermen. Dus je zit inderdaad nog in die energie van ja, wellicht dingen die in het verleden gebeurd zijn. En je wil jezelf beschermen. Je wil je hart beschermen met de 4 van pentakels. Je wil ook beschermen wat je zelf opgebouwd hebt met die 9 van pentakels. De stabiliteit die je gecreëerd hebt, daar hou je toch aan vast. Dit wil je niet kwijtraken door wellicht van een vriendschapsrelatie over te stappen op een liefdesrelatie. Je bent misschien bang dat mocht het niet werken in de liefde, dat jullie vriendschap dan ook voorbij is. Maar je bent wel bereid om het risico te nemen, zie ik hier met de Fool. Je bent positief. Je bent wel nog wat voorzichtig met de 4 van pentakels, maar je staat positief er tegenover. En ja, wil het risico nemen, wil in het diepe springen. Je voelt je als een kind zo blij en ook onbezonnen. Je volgt je gevoel, je volgt je hart. En de gematigheid is ook balans brengen in een situatie. Je hebt wellicht al een hele hoop geduld gehad in deze situatie. Dus het kan zijn dat jullie elkaar al een hele tijd heel leuk vinden. En die aantrekkingskracht voelen. Beide met de gematigheid. En ik heb het gevoel in oktober zullen jullie inderdaad die kracht bij elkaar rapen. Je moet, je durf. En je gaat dat risico aan. Je gaat je liefde uiten met de ridder van kelken. De 9 van zwaarden, dat is, heb ik het gevoel, het begin oktober. Zit je nog in je hoofd met de 9 van zwaarden? Je weet niet goed wat je wil doen. Wil je je liefde uiten of ga je het niet doen? Maar je wilt toch die overwinning behalen. Je staat in je kracht. Bent nog voorzichtig, maar gaat het risico aan. Dus dat is een hele mooie legging. Ik hoop dat het resoneert. Ik ga nog 1 kaart van de Soul's Journey voor jullie trekken. Universum, welke boodschap mag ik nog meegeven voor de schorpioenen voor de maand oktober? Als het gaat om liefde. Eén boodschap voor de schorpioen in de liefde. En jullie zien dat het soms wel even duurt voordat de juiste kaart eruit komt. Nou, vliegen ze met z'n 2 tegelijk eruit.